Welkom bij weer een nieuwe video. Nee, zo gaan we dan vandaag niet beginnen. Zoals jullie aan de titel zien, zoals jullie waarschijnlijk aan de foto zien, aan de thumbnail, is dit een iets wat andere video dan normaal. Zoals jullie vanaf nu kunnen gaan zien, kun je ook gaan zien hoeveel abonnees er op dit kanaal zijn. Dat zijn er op het moment meer dan 800. Is voor mij echt een super mega aantal eigenlijk. We gaan zo richting de 1000 abonnees, zeg maar. In een, maakt niet uit gewoon hoe of wat of hoe lang dat duurt. Dat vind ik gewoon echt ten eerste natuurlijk hartstikke bedankt voor iedereen die is geabonneerd. En ik vind het gewoon helemaal geweldig om meer mensen te kunnen interesseren in fitness, in krachttraining. En dat ik door mijn passie en mijn hobby, zeg maar, kan delen met jullie. En dat ik daar iemand anders mee help. Dat is gewoon echt, ja, zoals jullie weten is dat gewoon mijn ding, weet je. Ik vind dat gewoon helemaal geweldig. Maar in plaats van dat ik altijd sta te preken op internet en een beetje dingen voor sta te doen, et cetera, wil ik nog wat meer, weet je, een beetje een band bouwen dat jullie weten van, oké, dus Raymond doet dit en Raymond vindt dat leuk en Raymond dit en dat en zus en zo. Dus voor de mensen die het interessant vinden, stel al je vragen onder deze video via Instagram, via Facebook, een privéberichtje, maakt niet uit, mag ook onder een van alle andere video's. Stel gewoon je vraag, dan beantwoord ik hem. Hij hoeft helemaal niet over fitness te gaan. Mag wel natuurlijk. Maar als jullie wat willen weten over mij, brand me los. Ik denk, ja, ik wilde deze video maken voor de 1000 abonnees. Nou ja, dat gaan we de komende tijd gaan we daar naartoe. Maakt mij niet uit hoe lang dat duurt. En ik denk, laat ik eens een iets wat andere video maken dan normaal. Dus laten we zeggen zondag 8 april. Dus tot en met zondag 8 april, de gehele dag. Tot en met dan hebben jullie gewoon de kans om ergens mij een berichtje te sturen. Ik denk dat onder deze video het handigst is. Ik zou je niet met naam en toenaam, zeg maar, opnoemen in de komende video. Zodat, weet ik veel, misschien is een of andere vraag privé of iets dergelijks die je aan mij wilt stellen. Ik hou dat gewoon allemaal unaniem. En that's it eigenlijk. That's it. Tot volgende week.